gonna be in a blooper video! Hey, wij zijn Anna en Stef en samen met Charlie's Travels gaan wij broodtrip door Namibië en Botswana. Tijdens deze trip nemen jullie mee op onze unieke experiences, maken we kennis met onze partners, duiken we diep in de cultuur en we gaan lekker kamperen in de bush. Yes, en daarmee gaan we jou laten zien hoe zo'n ultieme self-drive eruit kan zien in Zuidelijk Afrika. Let's go! Hij was er ook klaar voor. Cheers, zeg. Cheers. Wat een reis. Wat hebben we veel gezien, veel meegemaakt. Veel plekken gehad. Ja, 19 dagen de tijd gehad. Ja. Laten we eens gaan kijken wat we allemaal hebben gedaan. Ja, we starten de reis in Windhoek. Daar zijn we op city tour geweest met Erik. En Erik heeft ons in het begin heel veel verteld over de geschiedenis van Namibië. Daarna zijn we naar de Catatura gegaan. En daar hebben we veel geleerd over de verschillende culturen die daar inmiddels samenleven. Letterlijk vertaald, Catatura is een plek waar eigenlijk niemand wilt wonen. Ja. Maar ja, ik vond het toch wel echt wel een plek om zeker een bezoek te brengen. Ja, het heeft echt wat bijgedragen aan de reis. Ja, ik vond het toch wel heel indrukwekkend om de Himba's daar te zien leven in Catatura. En ja, ook vooral wat de vergelijking die Erik daarmee maakte. Erik wil namelijk geen vrouw daten die van de Himba-cultuur afstamt. Hij heeft liever een vrouw die zich elke dag doucht met water. En toevallig doen de Himba's dat niet. Die douchen zich met een soort van poedermengsel. Zandachtig. Ja. Ja. En als we het dan toch daarover hebben. Onze cameravrouw is vegetarisch. En hij kon niet geloven, maar ook gewoon echt niet, dat ze geen kip had. Want kip is een vegetable. It does not make sense to tell someone that chicken is meat. They would say, I brought kak. That's where it comes. Ja, en toen gingen we door naar de Maraland. Ja, zo, wauw. Wat een uitzichten. Groot berglodge. Ja, supermooie lodge. Bizarre uitzichten met wakker worden. En die sundowner was denk ik wel echt een van de mooiste sundowners in mijn leven sowieso. Ja. Ja, en we hebben de Desert Alleys gevonden. Waar ik zo naar uitkeek. Dus ik was ontzettend blij dat we daar een paar van hadden gespot. Ja. Ja, we zagen wel, tenminste ik zag wel hier en daar wat verschil. Maar je moest wel goed kijken. Ja, zeker. Wat me daar ook wel van bijgebleven is, is het hele conflict tussen de community en het wildlife. En hoe ze dat nu reguleren en hoe het wildlife eigenlijk de community helpt. De community dat het wildlife helpt, maar dus dan ook daar wel weer het jagen voor nodig hebben. En dat je dan dus ook zoekt naar olifanten midden in de community. Daar moest ik wel even aan wennen, maar toch ook wel mooi te zien hoe ze dat nu daar een soort goed evenwicht in hebben gevonden. En dat toch de Desert Elephant wel beschermd wordt door echt iedereen, dat iedereen daar ook achter staat. Ja, want je bedoelt dus eigenlijk zeg maar dat je de Desert Alleys zag, maar daarbij zag je ook het vee lopen en de boeren gewoon hun werk doen. Ja, wel zo'n bijzondere gewaarwording inderdaad. Ja. Over bijzonder gesproken, daarna kwamen we in Fiumi aan. For the Sun People Experience. Ja. We hebben daar allemaal demonstraties gehad, heel veel uitgelegd gekregen over hoe ze de struiken, de bosjes, de wortels, echt alles gebruiken voor medicatie en om mee te koken. Op hun authentieke manier. En ja, wat wel interessant daarin was, het werd een beetje in eerste instantie gepresenteerd alsof dit nog steeds is hoe ze leven. Dat het eigenlijk niet meer het geval was, maar ze gaven ook wel aan, dit is eigenlijk wel de enige manier om toch de cultuur, de kennis te verspreiden, juist ook naar de jongere generaties. Ja. En waar de jongere generaties ook niet per se heel veel kansen zien of willen, is het toch wel echt een manier voor hen om een inkomen te hebben en nog steeds de cultuur in stand te houden. Het was wel even wennen voor ons in het begin, maar wel... Maar ook in die zin ook wel weer een mooie manier waarop zij hun cultuur toch levendig kunnen houden in deze zo snel veranderende wereld waarin culturen steeds minimaler worden. Ja, absoluut. We waren wel een beetje de toeristen, zeker met die dans 's avonds. Maar achteraf was het wel... Je kan natuurlijk ook niet meer de echte zangcultuur van 200 jaar geleden zien. Dus ik denk dat dit wel een hele mooie middenweg was. Ja, die Vundu. Ja, wauw. Ja, River Lodge, echt prachtig. Mooi aan de rivier gelegen. Heel veel privacy in de verschillende kamers. Ja, en we hadden dan een sundowner cruise over de rivier daar. Ja. En dat was zo mooi. Ja. De nijlpaarden zagen we. Heel veel vogels. Waaronder een aantal vogels die je daar echt alleen maar tijdens broedtijd kan spotten. En echt alleen dat strookje. En de gids wist ook ontzettend veel te vertellen over de vogels. Tenminste, wist ze direct te identificeren. En ik vind het ook altijd wel leuk om op een rivier te varen tussen twee landen in. Ja. En dat je dan ook zag dat de mensen vanuit Angola ook naar Namibië oversteken om naar de school te gaan. En naar de klinieken. Ja, en dan niet de game ride, die slaan we nu zomaar over in Buffalo National Park. Ja. Oh ja, ja. Dat is ook heel gaaf. Weer heel veel vogels, nog een aantal leeuwen. Supermooi weer aan de rivier. Ja, was vooral echt heel mooi, vond ik, voor de vogels en het landschap.
Ja, en we hadden daar ook een heerlijke bushbergfest. Oh, ja. Ook met uitzicht op de rivier. Super goed verzorgd. Ja. Dus waardoor je echt ook even in het park kon genieten van de omgeving daar. Ja, zeker. Ja, onze eerste safari, maar vele volgden er. Ja. Daarna was het tijd voor Botswana. Yay! En Kasane, daar begonnen we. Ja, Kasane ligt echt ook op een soort vierlandenpunt aan het Chobe rivier. En is eigenlijk daarmee ook de perfecte plek om de Victoria Falls te bezoeken. Die hebben wij even geskipt voor onszelf. Maar we hebben wel een super mooie tocht gehad op de Chobe rivier. Ja, met Mr. Chapman. Echt, ja, wat een goede gids. Ja. Dus heel veel te vertellen over de omgeving. Ja. En we hebben ook heel veel moois gezien vanaf het water. Had ik eigenlijk niet verwacht. Maar we konden de leeuwen gewoon ook echt goed zien. Ja, we hebben een aantal olifantjes gezien. Ja, weer heel veel nijlpaar natuurlijk. Ja. Even het skimmer, die daar ook aan het broeden is, alleen deze tijd van het jaar. Ja. We hebben ook buffalo's, krokodillen. Gewoon een heel rijk gebied is dat. Wat ik ook leuk vond van de bootcruise, zie je die autootjes zo rijden en die zitten dan die achter de bosjes. We konden net een deel niet zien dat je denkt, heel chill om even niet in de auto te zitten, maar gewoon op de rivier hier. En ja, ook Mr. Chapman, ja. Die zien we nog wel terug. Ja, en daarna Chobe, het echte werk. Ja, heerlijk gekampeerd. We zijn dwars door Chobe heen gereden naar Safuti en uiteindelijk in Moremi uitgekomen. Heerlijk gekampeerd, 2 nachten in Safuti. De flinke hobbelweg gehad. De African flink massage. Elkaar geschud, links naar rechts, op en neer. Een en ander gebroken in de auto helaas. Achterin een flesje wijn, een paar blikjes bier minder. En natuurlijk het muggenspul. En een bakje yoghurt die all over de diepvries uiteindelijk zat. Het was het zeker waard. En zeker op die tweede dag, wat hebben we veel gezien. Vooral ook gewoon lekker weer even in de bush zijn. Ja. Tussen de dieren in, zeg maar. En 's nachts hoor je van allerlei geluiden, wat het alleen maar leuker maakt. Kampvuurtje erbij, we hebben lekker gebreid. Ja. Dankzij chef Anna hier ook, want Anna heeft een dubbele functie. Ja. Ja. Ja, en heerlijk om te braaien met je woorden de leeuwen en de hyenas op de achtergrond wel aan het draaien waren. En gewoon geen afleiding, want geen bereik midden in de bush. Ja. En dat is voor mij toch wel echt de ultieme bushervaring. Het wel gewoon in de bush slapen, tussen de dieren. Ja. 'S ochtends vroeg meteen op pad kunnen gaan. En ja, dan ervaar je de bush echt in plaats van dat je in een lodge ligt. En toch de deur weer dicht is en je de geluiden wat minder hoort. Nou, we hebben het ook zo gedaan, want jij blijft nog even in de bush. Maar ik ben lekker in Kwai Guesthouse gaan slapen. En ik moet zeggen, met al die bushervaring, het is echt top. Echt aan te raden. Maar zo'n luxe onderbreking is ook wel even heel fijn hoor. Ik heb zo goed geslapen, maar goed. En jij hebt goed geslapen, terwijl Melissa en ik wij kwamen aan bij de campsite. En er stond in één keer een hippo en een olifant, echt pal voor ons. We hebben eventjes gewacht met het opzetten van de tent. Even goed om ons heen geschenen met het lampje. Dat had ik dus ook absoluut niet willen missen. En ook het uitzicht daar, de zonsopgang over het water. En ook gewoon dan nog het nagenieten onder de sterrenhemel van dus alles wat we hadden gezien die dag. Want het was luipaard, hyena's. Honden. Oh, sorry, hyena's niet, zoals we hebben gehoord. Wilde honden. Oh, supermooi. 14 wilde honden die we een tijdje hebben kunnen volgen. Weer leeuwen. Ja, we hebben echt 3 keer een enorme groep leeuwen gezien tijdens Moremi en Chobe. En heel veel jakhalzen. Ja. En dan olifanten waar je ook gewoon bijna tegenaan rijdt letterlijk. Ja, wederom weer een hele succesvolle safari-beleving daar zo. Ja. Dus ja, en naar Kwai. Waar gingen we toen naartoe? Toen gingen we eventjes de delta uit, maar daarna meteen weer terug in. Dat vond jij een hele leuke, volgens mij. Ja, ja, de Mokoro-trip. Dat was ja, echt zo'n authentieke kano. Super mooie ervaring. Je gaat er tussen de nijlpaarden door, je ziet er de olifanten aan de kant staan. En je gaat, uiteindelijk kom je op een exclusief eiland voor jou en je gezelschap. Er wordt heel goed voor je gezorgd als je er niet zelf een keer de optie neemt. We waren helemaal aan de watten gelegd. Ja, dus dat was wel echt even genieten. Maar ook gewoon 's nachts de heldere sterrenhemel, het kampvuurtje weer. Echt even helemaal van de bewoonde wereld zijn. Ja. En ja, gewoon het personeel was zo gastvrij. Ja, super lieve mensen. Ja, en ook heel benaderbaar, heel relaxed. Hele mooie walks gehad ook, bushwalks. Ja. Ja, ook nog wederom weer olifanten, buffels. Natuurlijk al alles gezien. En we hebben zelf ook nog even gekeken of we zo'n Mokoro trip konden gaan doen. Want we hebben geoefend in de Mokoro's. Maar oefenen moeten we nog steeds voordat we daadwerkelijk kunnen oversteken. Ja, het schijnt toch iets moeilijker te zijn dan het lijkt. Ja. Dus heel veel respect voor die mensen die dat wel heel goed kunnen. Absoluut. Ja, en ik vond het ook gewoon leuk met de gids, Oti. We moesten even het ijs breken, maar daarna ging die helemaal mee met onze grapjes. Ja, dus die interactie was ook echt waardevol. Ja.
Ja, en wat ook goed geregeld is daar, dat de gidsen die de Mokoro's mogen varen, moeten ook echt mensen zijn uit dat gebied. Zodat de community er ook echt baat bij heeft. Zeker omdat een deel van de community ooit in het park woonde, maar dat nu niet meer kan. En ja, onze nieuwe lokale partner daar, echt super goed geregeld, locally owned. En ja, gewoon onwijs lieve, goede mensen. Ik ben heel, heel blij dat we die partner nu eindelijk ontmoet hebben. Ja, waar we sinds kort mee samenwerken. Ja, ja, nee, dat was ook echt mooi om te horen dat het zo in elkaar steekt. Ja, zeker. En toen? Toen gingen we naar de drogere gebieden. Tijd voor de grootste zoutpannen in heel Afrika. En ook daarin weer, ja, dat bracht allereerst enorm veel diversiteit in het landschap met wat we daarvoor hadden gezien, maar ook de zoutpannen en Magadigai National Park zelf. Super divers. Yeah. Echt de typische zoutvlakken waar je Timon en Pumbaa op verwacht. Nou, en Timon was daar dus ook. En wat was die schattig. Nou, niet Timon was er met zijn hele familie. Als een even en nichtje waren. Ja. Ja, hele mooie interactie. Fran was daar een onderzoeker en die heeft de meerkatten onderzocht. En sindsdien zijn ze redelijk gewend aan menselijk contact. Dus je kan er gewoon op een hele relaxte manier super dicht bij de kleinere dieren komen. En dat contrast vond ik ook zo leuk. Dus je hebt niet alleen een heel divers landschap, maar je gaat ook wat meer naar de kleinere diertjes. Ja, en dan met onze gids. Dat was ook echt wel... Chemical. Een van de beste gidsen ooit. Ja. En super gaaf hoe hij ons uitlegde van echt, ik weet niet hoeveel miljoenen jaren geleden, maar hoe die zoutpannen ooit een van de grootste meren waren, 300 meter diep. De jungle en het hart van Afrika, waar iedereen en alles vandaan komt. En hoe uiteindelijk het droog is komen te staan, hoe de rivieren wel 6 keer zijn omgeleid. Bizar, hè, als je er zo over nadenkt. Ja. Maar ik moet ook zeggen, wat ik ook heel leuk vond aan deze gids, dat hij letterlijk door de modder ging rollen voor ons. Voor de allerleukste foto ooit. Ja, Chemical, wat een legend. En we hebben deze ervaring ook echt heerlijk afgesloten bij Planet Baobab. Met een goede lunch, nog even nagetafeld met de gids. Heerlijke bedden, fantastisch zwembad. Ja, echt een mooie lodge. En dus heel gaaf dat je dus vanaf daar helemaal door Magadigai National Park naar de andere kant kan rijden van de zoutpannen. En dan uiteindelijk uitkomt bij de gateway naar de Central Kalahari. Ja, want daar zitten we nu. Ja. Onze laatste twee nachten zijn ingeslagen. Ja, en wat ook een ervaring is dit weer. Hè? Gewoon weer heel ander landschap, heel ander type pannen. We wisten ook allemaal niet goed wat we ervan moesten verwachten. De ene verwachtte savanna, de andere verwachtte absoluut droogte, de andere verwachtte zoutpannen. Qua dieren wisten we niet zo goed. En volgens mij is het ook wel echt een hit- of mispark. De een ziet echt alle katten die er zijn. En de ander die ziet vooral oryx, wat ook wel heel gaaf is om heel veel van te zien. Ja. Maar het landschap hier voor mij doet het hem wel echt. Niet zozeer het wildlife, het landschap, het remote zijn, helemaal op jezelf aangewezen zijn. Als jij geen hout meeneemt, als jij geen water meeneemt, als jij al die spullen niet meeneemt, heb je er ook niks. Er hangt een emmer waar je je water in kan vullen zodat je kan douchen. Er is een long drop, maar verder echt op jezelf aangewezen. En dat vind ik wel echt fantastisch. En we komen hier zo weinig andere auto's tegen. Ja. Het is echt wel een off-the-beaten park. Een off-the-beaten campsite. Misschien niet voor iedereen, maar ik vind het fantastisch. Oh ja, en ook die eekhoorntjes hier. Die waren bijna net zo schattig als de stokstaartjes. En dat ze ook hun staart gebruiken als parapluutje. En gewoon heel relaxed in 40 graden staan. Lekker te knabbelen. Kijk naar ons van, waar heb jij nou last van met je airco? Ik heb gewoon een parapluutje. Ja, en morgen nog even een eindsprint maken naar Gansi en dan naar Windhoek. En dan zit het er echt op. Dan zit het er echt op, ja. Dus alles echt met deze topbak. Want, ja, wat is het ook heerlijk om zelf te rijden. De vrijheid die we hebben gehad. Hoe laat willen we weg? Oké, we willen langer bij deze leeuw blijven staan. Oké, we willen omdraaien. We willen een sundowner doen. En dan zie je zo'n enorme bus met toeristen langs rijden. En dan denk je wel, oh, ik ben blij dat ik er niet in zit. En het is heel gaaf om wel ook tussendoor af en toe met de gids op pad te gaan. Leer je enorm veel van. Het heeft ook heel veel waarde gehad. Ja. Maar uiteindelijk om gewoon zelf te kunnen bepalen hoe, wat, wanneer, zelf je boodschappen kunnen doen. Dat is wel echt... De wegen ook gewoon. Je komt bijna geen mensen tegen. Zeg maar een paar kleine dorpjes / steden waar je doorheen gaat. Maar verder zit je gewoon lekker in de natuur te cruisen met je gezelschap. Terwijl de wegen heel erg prima zijn. Er was even een momentje dat de wegen wat minder waren. Toen we vastkwamen te zitten in de modder. Klopt, dat hoort erbij. Net als een river crossing. Ja. In Moremi hoort er ook bij. Het twijfelen, kunnen we of kunnen we het niet, hoort er ook bij, hè Stef? Ja, zeker. Zouden we eruit laten, toch? Bij deze, het zit erin. Maar dat is omdat je de auto niet zo goed kende. Precies. Waarom was het nou echt zo'n typische Charlie's Travels reis? Nou ja, het blijft maar terugkomen bij mij. Voor mijn gevoel echt het off the beaten track gaan, de wat onbekendere parken in. Ja, en dan vind ik toch ook dat, hoe is een bushervaring? In de bush kamperen, dieren op de achtergrond en lekker zelf je eten braaien. Mag ook vegetarisch,
We hebben een vegetariër bij ons. Nog vegetarisch. Kip dus. Chicken is a vegetable. En we zijn ook wel echt continu op zoek geweest, wat meer in Namibië dan in Botswana misschien, naar de community. Wat is het verhaal? Wat is het verhaal van de gids? Hoe werkt het leven nou in zo'n dorpje? Waar zijn onze partners betrokken bij? Meer leren over de verschillende culturen. Zeker aan het begin van zo'n reis. Dat je daarna ook gewoon weet wat je tegenkomt. En het liefst natuurlijk niet op een poppenkast manier. Maar daarna ook gewoon het gesprek kunnen aangaan van... Oké, jij hebt hier heel leuk je sen onderbroekje aan. Zo ga je natuurlijk niet naar school. Vertel ons, weet je wel. Omdat dat dan gewoon ook, dat het ook kan. Ja, echt die interactie. Ja, heel erg die interactie. Zoals ook met de Makoro trip. Gewoon echt die interactie met de, ja, met de gidsen en de partners. En echt wat locally owned. Of ja, mensen met echt een verhaal. Ja. Ja, ik vind dit wel echt een reis voor de avonturier. Ja, absoluut niet zeker. De mensen die op zoek zijn naar een strandvakantie, maar wel mensen die heel erg van natuur, wildlife en echt die interactie houden. Want joh, we hebben er wel een aantal mooie ervaringen bij. Zeker. En ook heel mooi om die te kunnen delen. Ja. Als jij nou denkt, bush of the beaten track, in de natuur zijn, dan wel kamperen, dan wel in een lodge, dan is het echt de hoogste tijd dat je deze reis zelf dunnetjes gaat overdoen. Even contact met ons opneemt. We hebben een website, een e-mailadres, een WhatsApp, Instagram hebben we ook nog. Ja, je weet ons te vinden en wij gaan ons uiterste best doen om een super vette reis voor elkaar te zetten. Want dit was gewoon super vet. We willen dat iedereen dit ervaart, toch? Ja, absoluut. Ja, echt. Nee, maar echt. Ja, echt. Ja, echt. Dus, let's go.